De DNA-voorzitter Jenny Geerling-Simons heeft vandaag een petitie ontvangen van het comité, actiecomité Alcoa, die gisteren heeft geprotesteerd bij de raffinaderij te Paranam. In het verzoekschrift wordt geëist dat Suralco onmiddellijk alle chemisch afval dat ze achterlaat moet opruimen. Daarnaast moet de regering alle onduidelijkheden rondom het vertrek van Suralco wegnemen. De petitie is voorgelezen door Alwin Ligori, een van de leden van het actiecomité. Wij eisen als actiecomité Alcoa dat er antwoord in deze nationale zaak en beschouwt het als onacceptabel dat deze kwestie nu al sinds 2015 onbeantwoord blijft. Daarom willen wij binnen 2 weken zien dat alle activiteiten verband houdende met de ontmanteling van Paranam onmiddellijk wordt stopgezet totdat er duidelijkheid hierover is gegeven en DNA zich heeft uitgesproken. Voorzitter, dat de DNA opkomt voor ons nationaal belang en zich van haar taken en bevoegdheden kwijt en verantwoording afdwingt van de regering conform de grondwet. Geerling-Simons wees de petitieindieners erop dat ook de Nationale Assemblée aan de regering verduidelijking heeft gevraagd over de ontmanteling van Suralco. De komende week wordt hierover een vergadering gehouden, zei de voorzitter. We hebben gesprekken gehad als parlement, ik als voorzitter, ook met de regering. Daarna is de brief gekomen dat we inderdaad de zaak gaan behandelen in DNA. Dat is iets waar we dus... het parlement al lang heeft aangegeven dat het eerst hier moet worden behandeld. De regering is akkoord nu en stuurt het voor ons, conform een brief die de president naar ons heeft gestuurd. Maar wat Alcoa doet of zo, daar weet ik niets van. Maar moet de DNA wel op de hoogte zijn hiervan, van die ontmanteling? We zijn op de hoogte, ik heb u gezegd. We hebben het gehoord en we hebben toen gevraagd. En we hebben sessies gehouden om ons te laten informeren. We zijn er steeds mee bezig. Maar wat uiteindelijk de kern van de zaak is, is natuurlijk de wijziging van de Broekenponden-overeenkomst. Want dat maakt de weg open voor nieuwe ontwikkelingen of voor de afbouw conform. Dus vandaar dat het parlement de focus heeft op de wijziging van de Broekenponden-overeenkomst, die de eerdere beëindiging daarvan moet vastleggen. DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons vandaag na het in ontvangst nemen van de petitie die is aangeboden door het actiecomité Alcoa. De actiegroep eist dat de regering alle onduidelijkheden rondom het vertrek van de Suralco wegneemt. Ook moet het voormalig bauxietbedrijf het chemisch afval dat ze achterlaat onmiddellijk opruimen.